Bezoekers aan de Vierdaagse feesten moeten deze zomer 50 cent betalen voor een drinkbeker. Als je die inlevert, hoef je die toeslag niet nog eens te betalen. Het idee is dat er minder bekers op straat terechtkomen, maar de meningen over dit plan zijn nogal verdeeld. Dat vind ik niet heel erg. Nee? Nee, ik heb 2 jaar lang hebben niks kunnen doen, dus ik vind het ook niet erg om nu iets meer geld te geven. Ik breng mijn eigen bekertje mee. Ja? Ja, douw gewoon in mijn zak en dan hoppa. Aan de ene kant wel goed natuurlijk, alleen alles wordt tegenwoordig steeds duurder. En dat vind ik wel een beetje jammer en zonde natuurlijk, maar ja. Ik vind hem kut. Ja, je blijft toch wel betalen, dus ja, iedereen gaat ze sowieso wel weggooien. Ja? Ik denk het wel. Ik denk dat niemand op gaat letten, niemand. Vooral dronken mensen niet, die gooit gewoon weg dus. Ja, prima. Het maakt me niet zo heel veel uit. Belachelijk, hè? Ik vind dat niet kunnen. Wat? Nou, dat vind ik niet normaal. Ja, sowieso door die inflatie en zo, alles wordt duurder tegenwoordig. Dus, dat vind ik een goed plan. En waarom? Ja, vanwege recyclen en er komt al genoeg rotzooi in de natuur. En ja, ik denk dat het wel handig is. Ja, een beetje jammer. Wat? Nou ja, ik heb niet zoveel geld. Nou, ik ben zelf best wel van de duurzaamheid, dus ik ga zeker die moeite nemen dan. Ja, dus kleine kosten toch? Of kleine moeite, zeg maar. Ik denk, we moeten doen wat kan. Het is oké. Ja. Ik denk dat je het gewoon eerder weggooit. Het is gewoon voor de hand liggend. Als ik hier klaar mee ben, dan gooi ik het ook gewoon ergens weg. Tenzij ik bijvoorbeeld langs de prullenbak loop. Dat is een goede zaak. Waarom? Ik neem aan dat het plastic is waar je... Nou, lijkt me wat duurzamer, hè? Ja. Lijkt me een goed initiatief. Ik zie het niet zo snel gebeuren dat het echt heel effectief zou zijn. Mensen gaan denk ik ook zelfs minder drinken kopen. Dus ja, heel veel effect zou het niet hebben. Het gaat wel te ver, ja.